Een goede buur is beter dan een verre vriend, zegt het spreekwoord. Maar wat kun je doen als je een probleem met de buren hebt? Buurtbemiddeling kan dan een mogelijke oplossing zijn. In heel veel gevallen is buurtbemiddeling namelijk een succesvolle manier om het conflict op te kunnen lossen. Maar hiervoor zijn wel meer vrijwilligers nodig. Op dit moment zijn er in Schiedam slechts 6 buurtbemiddelaars actief. Gelet op het aantal aanvragen moeten dat er veel meer gaan worden. Ja, aan tafel aangeschoven Kees Verhoeven, coördinator buurtbemiddeling. Hallo. Hi, goedemorgen. Er waren er, in het filmpje werd er gezegd 6. Volgens mij had je het gisteren in het voorgesprek erover 8. Hoeveel zijn het er nu? Er zijn er nu 8. 8. En hoeveel mensen, want jullie hebben van de week flink uitgepakt in de media, door een oproep te doen, advertentie te plaatsen. Wij zoeken nog meer vrijwilligers die dit werk kunnen doen. Want jullie streven is? Nou, het mooiste zou zijn 20. Als ik 20 mensen heb, dan kan ik ook nog een beetje kiezen. Kijk, nu moet ik gewoon, de bemiddelaars die vrij zijn, die moeten dan maar naar de zaak toe. Maar het zou natuurlijk mooier zijn als je kan kijken van, hé, wat is dit voor zaak? En welke mensen kan ik daar het beste op zetten? Misschien een ouder persoon en een jonger persoon. Als bijvoorbeeld studenten en een ouder persoon eens die ruzie hebben. Misschien juist een man en een vrouw. Dus het zou fijn zijn als ik meer keus heb ook. Ja, als ik last van buren overlast, ik heb gelukkig hele nette buren en ik woon in een buurt waar dat niet zo vaak voorkomt. En anders doe ik de deur of de ramen dicht. Maar als het echt uit de hand loopt, dan bel ik. Zou ik de politie bellen? Ja, dat kan. Dat kan heel goed. En die komt dan langs. Ja. En dan gaan ze met jou praten. Ze gaan vaak ook met de buur praten dan. En als de politie inschat van, hey, dit is misschien iets voor buurtmiddeling. Want de politie heeft natuurlijk heel weinig tijd. Dan sturen ze mij een bericht. En dan vragen ze aan mij van, Kees, kun je misschien die mensen bellen om te kijken of buurtmiddeling wat voor hun is. En wat doen jullie dan? Jullie worden dan getipt, er is een incident. Of mensen bellen jullie. Hoe gaat dat? Dat kan allebei. Ja. We hebben een telefoonnummer wat gewoon gebeld kan worden. We hebben ook een website, www.buurtmiddelingschiedam.nl. En daar is ook weer een infoformulier en daar staat ons e-mailadres. En als iemand dus een kwestie heeft met zijn buren, dan kunnen ze daar kijken en kunnen ze ons gewoon bellen. Maar ze kunnen ook naar de gemeente gaan. Daar kan je, die hebben een infoformulier. Mensen die bij de woningcorporatie WoonPlus wonen, die klagen soms bij WoonPlus. En al die instanties kunnen ons dan weer vinden. Als buurtmiddeling zijnde. Wat zijn de meeste voorkomende klachten bij jullie? Het meeste is geluidsoverlast. Dat is echt de grote hap. En wat is het dan? Muziek te hard aan? Of in de tuin zitten? Of een barbecue? Of, nou ja. Muziek. En wat ook heel veel voorkomt is spelende kinderen. Want als je in een flat woont, veel klachten zijn in flats. En als je bovenburen een gezin hebben waar 4 kinderen wonen van verschillende leeftijden, dan kan dat best wel wat geluid geven. En ja, in flats is er heel veel contactgeluid. En als het de hele dag doorgaat of als er gespeeld wordt, dan kunnen onderburen zich daaraan gaan ergeren. Ja. Oké. Jullie hebben nu 8 mensen in dienst. Wat voor kwaliteiten hebben die mensen? En anders gezegd, wat zoek je dus als mensen zich willen gaan aanbieden? Het leuke is, het zijn heel verschillende mensen. Dus het is niet zo dat je één bepaald type moet zijn. Het is wel zo dat je moet wel goed kunnen luisteren. Je moet goed mensen in hun waarde kunnen laten. Want je moet zelf geen oordeel hebben over wat er aan de hand is. Als buurtbemiddelaar blijf je neutraal. Je kiest geen partij, dus je bent juist geen rijdende rechter. Dus je moet heel goed je eigen mening voor je kunnen houden. En goed kunnen luisteren naar iemand. En er zijn natuurlijk veel emoties bij, daar moet je ook tegen kunnen. Maar het voordeel is natuurlijk wel dat die emoties zijn niet tegen jou gericht. Hè. Er is natuurlijk vaak wel boosheid en zo. En hoe reageren mensen dan als je opeens ding-dong staat voor de deur, ik ben van de buurtbemiddeling, ik kom even praten? Ja, daar is natuurlijk wel wat weerstand dan vaak. Ja, lijkt me wel. Klopt. Deur dicht, doei. Ja, dat komt voor. Ja, ja. Ja, dan bel je dan weer aan? Nou, kijk, daar kan je natuurlijk niet te ver in gaan. Nee. Maar we doen natuurlijk wel ons best. En meestal hebben de mensen ook wel een probleem. Het is vaak niet een probleem van de ene buur, maar de andere buur. Die vinden het vaak ook niet fijn als er heel veel geklaagd wordt. En die is vaak dan toch wel bereid om in ieder geval de bemiddelaars even binnen te laten. Want je doet in stapjes. Je vraagt niet gelijk van, joh, wil je met je buur praten? Nee, je vraagt, mogen wij binnenkomen om hier even over te praten? Ja. En dat is, kom maar binnen. En zo ga je van stapje naar stapje eigenlijk. Ja. Jullie zoeken 12 nieuwe vrijwilligers, want het is een vrijwillige functie. Ja. Maar jullie sturen de mensen er niet zo op af, want ze krijgen echt een training, een opleiding, een cursus. Ja. 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 Wat leer je daar? Je leert daar vooral gesprekstechnieken. En luisteren, samenvatten, doorvragen is er eentje van.
En je leert ook dingen over jezelf. Want je moet dus zelf je oordeel voor je houden. Je moet jezelf eigenlijk inhouden. Het is ook heel normaal om, als iemand met een vraag komt, om adviezen te gaan geven. Maar als buurtmiddelaar mag je geen advies geven. Nee. Zit daar ook agressietraining in? In een bepaalde mate wel. Want mensen zijn niet altijd even vriendelijk, die hebben het over. Nou, dat klopt. Hoewel de agressie richt zich vaak op elkaar en niet op de buurtmiddelaar. Okay. Dus dat is niet zo dat jij om moet gaan met agressie. Naar jou toe. Bijna nooit. Maar mensen leren wel gewoon gesprekstechnieken van ja, hoe laat je iemand eerst even leeglopen. Want iemand zit hoog in de emoties als je langskomt en dan is hij heel boos. En dan moet je eens iemand even rustig laten uitpraten. En heel belangrijk, je moet iemand in zijn waarde laten. Ja. Hey, nou hebben we net, Esther hier aan tafel. Die heeft dat prachtig uniform aan. Dat heeft ze aangedaan omdat ik dat vroeg. Dus het is ook gelijk herkenbaar. Zij werkt bij de Rijnmond Band. Maar hoe legitimeren jullie? Hoe zien ze dat jullie van buurtbemiddeling zijn? Ja, we hebben daar nog geen pasje voor. Maar we hebben wel het foldertje wat ze mee kunnen nemen. Laat even op de kamer zien hier. Ja. En dan kom je dus binnen van, nou, wij zijn... Hoe gaat dat dan? Stel je voor, Esther die belt omdat haar buren heel veel herrie maken. Je gaat dan naar Esther toe. Hoe gaat dat dan? Het gaat als volgt. Eerst heb ik met Esther dat gesprek. Of mijn assistent-coördinator, Jeannette van Oosten. En dan hebben we eerst een telefoongesprek. Want ik ga eerst kijken, is het wel geschikt voor buurtmiddeling? Ja. Want het kan zijn dat iemand zelf nog niks gedaan heeft. En dan ga ik vragen, kan je het eerste keertje zelf gaan praten? Of andere dingen, dat het al veel te ver is geëscaleerd. Dat kan natuurlijk ook. Dus ik praat eerst zelf als coördinator. Ik ben geen vrijwilliger. Praat ik met Esther en als ik dan denk van, nou, de buurtbemiddeling kan wat betekenen voor haar. Dan gaan er twee bemiddelaars, altijd met z'n tweeën, ook voor veiligheid, maar ook om elkaar te kunnen stimuleren en te helpen. Die komen eerst bij haar langs en die praten met haar. En aan het eind van dat gesprek zegt zij van, ja, ik wil graag buurtbemiddeling of nee, toch maar niet. Ja. En zodra ze ja zegt, dan gaan zij de andere buur benaderen. Ja. Well, Esther, wat zou je dan willen weten als Kees jou belt? Hoe zo'n traject er dan uitziet. Hè? Kijk, je komt dan langs en dan komen de twee bemiddelaars. En uiteindelijk is het de bedoeling dat je met je buur gaat praten om de emoties wat lager weer te krijgen. Maar hoe ziet zo'n traject er dan bijvoorbeeld uit? Ja, dat is een hele goede vraag. Maar, ja. En het eerste is dus een gesprek met jou. Het tweede is een gesprek met de buren. En het derde gesprek, dat is dan het bemiddelingsgesprek. Dat is dan in een huis van de wijk of een wijkhuis of een buurthuis in de buurt in ieder geval. Ja. Een neutrale plek. En daar vindt dan het daadwerkelijke gesprek plaats onder begeleiding van de bemiddelaars. Ja. En meestal gaat dat zo dat je begint met het verleden van wat is er fout gegaan. En je moet vaak dingen uitspreken naar zo'n buur. En dan ga je, als mensen daaraan toe zijn, dan ga je naar de toekomst toe. En welke afspraken ga je dan maken en hoe zou het dan wel moeten? Heb jij rumoerige buren? Nee, eigenlijk helemaal niet. Nee. Maar zou jij in zo'n situatie ook buurtbemiddeling bellen? Of zou je dan tot de politie bellen? Ik denk dat het wel heel erg van pas komt. Weet je, wat je ook zegt, vaak met de politie, je hebt natuurlijk zo ontzettend veel te doen. Dat jullie organisatie daarin echt een hele mooie uitkomst biedt om toch ook te kunnen bereiken wat je wil met zo'n bijvoorbeeld burenruzie of met de klachten die er zijn. Ja. Ja. Dus het is heel iets anders om politie op je stoep te hebben staan omdat je een buurman klaagt. Of dat daar twee vriendelijke Schiedammers staan die zeggen van, joh, ik ben bemiddelaar. Ik kom kijken of ik jou kan helpen met deze situatie. En is het dan zo dat in 9 van de 10 gevallen mensen zeggen, nou, kom maar even binnen. Ja, bijna altijd wel. Lukt bijna altijd wel. Ja, niet helemaal altijd natuurlijk, maar meestal lukt dat wel. Met weerstand. En, ja. Hey, en wat voor mensen moeten goed kunnen luisteren, maar zoek je, zonder lekker te discrimineren, maar zoek je lieve mannen of lieve vrouwen of jongeren, nou, of wat zoek je? Eigenlijk alles. We willen natuurlijk het liefst een soort afspiegeling van de samenleving zijn, zoals zoveel instellingen. Ja. Maar er zijn natuurlijk heel veel buren. Dus als je daar op een bepaalde manier beter kan aansluiten, dan is dat heel erg mooi. Dus mannen en vrouwen en alles, alle nationaliteiten zijn welkom. Ja. Hey, en wat zijn de hotspots in Schiedam? Waar komen jullie het meest? Om even ook weer te stigmatiseren. Ja, dat kan je bijna niet zeggen, want het is van zoveel factoren afhankelijk waar het door komt, dat we in één wijk meer zitten dan in een andere wijk. De ervaring in Nederland, dat is dat het eigenlijk niet uitmaakt in welke wijk je zit. Want als mensen dichter op elkaar wonen, dan worden ze toch toleranter. En als je heel ver van elkaar woont, dan ga je toch klagen over die overhangende tak 100 meter verder. Maar hoe lang doen jullie dit al, dit buurtbemiddeling? Want het is een idee wat uit San Francisco is gekomen. Ja, het is nu 26 jaar in Nederland. Vorig jaar hadden we het jubileum.
Dus het is echt heel succesvol in Nederland. En hoe vaak zijn jullie vorig jaar aan het werk gegaan? Ja, we hebben 73 zaken gehad. Dat valt toch mee? Ja, dat valt voor Schiedam mee. Maar dat komt dus ook omdat ze dus een tekort hebben aan bemiddelaars. Okay. Daardoor is er een wachttijd. Nou, en daarom zit je ook natuurlijk hier aan tafel. Mede. Ja, natuurlijk. Ja. En om het verhaal te vertellen. Als mensen zeggen, nou, ik vind het leuk om dit vrijwilligerswerk te doen. Ik wil ook die opleiding, die training volgen. Waar kunnen ze zich melden? Ja, ik denk dat het handig is als ik de website noem. Want dat is heel makkelijk onthouden. Dat is buurtbemiddelingsschiedam.nl. En daar staat mijn telefoonnummer wel, daar staat ons e-mailadres. En als je daar even kijkt, dan kan je ons heel makkelijk vinden. Ja. En eigenlijk ben je bezig om jezelf overbodig te maken, toch? Dat ja, uiteindelijk wel. Dat is het doel, hè? Ja, dat wil je natuurlijk heel graag. Dat alle buren zo zelfstandig hun eigen problemen oplossen, dat ze ons niet nodig hebben. Maar goed, 12 vrijwilligers zoek je. Ik hoop dat deze uitzending daar een bijdrage aan levert. Beide dank voor de komst in de studio en voor het gesprek.